Vandaag een antwoord op de vraag van Merel. Afgelopen week was het extreem warm weer. En waar had Merel toen opeens last van? Merel had opeens behoorlijk veel last van buikpijn. Nadat ze iets had gegeten, kreeg ze behoorlijk vaak, eigenlijk wel elke dag, kreeg ze last van buikpijn. En nu is het niet zo dat Merel daar normaal gesproken last van heeft, van buikpijn nadat ze iets heeft gegeten. Sommige mensen wel, maar Merel eigenlijk niet. En het is ook niet zo dat ze met het warme weer opeens veel meer is gaan eten, of veel ongezonder is gaan eten, veel slechter is gaan eten. Nee, juist niet eigenlijk. Ze is helemaal niet zoveel, niet heel anders gaan eten, sowieso niet ongezonder, zelfs lichter, zelfs kleinere porties, want ze had niet zoveel eetlust. Maar ze had dus wel regelmatig buikpijn. Iets waar Merel normaal gesproken nooit last van heeft. Dus de vraag van Merel is, hoe kan het dat ik met het extreem warme weer opeens last kreeg van buikpijn, terwijl ik niet eens heel anders heb gegeten? Hoe kan het warme weer nou van invloed zijn op pijn in mijn buik na het eten? Dus van invloed zijn op de spijsvertering, darmwerking, zoiets? Nou, dat is de vraag van Merel, welke we vandaag gaan beantwoorden, want menigeen samen met Merel heeft hier last van ondervonden. Heeft ook buikpijnklachten ervaren gedurende de extreem warme dagen van afgelopen week, terwijl ze dat normaal gesproken niet ervaren. Pijn. Wat is pijn eigenlijk? Waar is pijn het gevolg van? Jij hebt allerhande weefsels in jouw lijf, waaronder ook darmwandweefsel. En in die weefsels zitten allerhande cellen. En die cellen hebben celmembranen. En die celmembranen die bestaan uit eiwitten, die bestaan uit vetten. Zodra de moleculen in jouw celmembranen in contact komen te staan met zuren, stoffen met zure eigenschappen, verzurende eigenschappen, daar kunnen die moleculen aanwezig in jouw celmembranen niet zo goed tegen, dan raken zij beschadigd, geïrriteerd. En als de moleculen aanwezig in jouw celmembranen beschadigd, geïrriteerd raken, wat krijg jij dan? Dan krijg jij daar een reactie op en die reactie is dan onder andere pijn! Jij, Merel, hebt met het warme weer, extreem warme weer, heb je opeens buikpijnklachten ervaren nadat je iets had gegeten. Dat doet vermoeden dat bij het warme weer, regelmatig nadat jij iets hebt gegeten, de moleculen aanwezig in jouw darmwandcellen geïrriteerd, beschadigd zijn geraakt. Meer dan anders. Terwijl jij niet anders hebt gegeten. Hoe kan dat? Nou, kennelijk dus door contact vaker dan anders met zuren. Stoffen met verzurende eigenschappen. Ja, en hoe kan dat? Want jij hebt niet veel meer, veel slechter, ongezonder gegeten. Dus hoezo zouden dan meer zure stoffen, stoffen met verzurende eigenschappen in contact zijn komen te staan met de cellen, celmembranen van jouw darmwandcellen? Nou, dat beredeneer je aan de hand van wat je hebt gegeten. Dat was niet veel meer, niet veel ongezonder. Dus je hebt het idee van, ja, hoezo zou ik daar nu opeens wel klachten van hebben? Hoezo gaan de stoffen aanwezig in mijn voeding met warm weer opeens wel klachten geven? En mijn darmwandcellen irriteren en anders niet? Want het was niet heel anders. Hè? Het was zeker niet slechter, het was zeker niet meer. Hoe kan dat? Nou, in jouw cellen aanwezig in jouw weefsels. Dus ook de cellen aanwezig in jouw darmwandweefsel. En wat voor cellen zitten daar? Er zitten spiercellen, daar zitten kliercellen en daar zitten zenuwcellen. Daar worden voortdurend afvalstoffen gevormd. Want er moeten voortdurend activiteiten plaatsvinden. Want zodra er voedingsstoffen die verteerd moeten worden en of voedingsresten die doorgeduwd moeten worden in jouw darmen belanden, dan vereis jij met hetgeen in jouw darmen belandt, dus nadat jij iets hebt gegeten, en dat heb je natuurlijk gemerkt, vereis jij
actie in de cellen aanwezig in jouw darmontweefsel. Dat zijn dus onder andere zenuwcellen, kliercellen, spiercellen. Actie betekent energieverbruik. En dat betekent dat er energie geproduceerd en verbruikt moet worden, maar daarbij komen afvalstoffen vrij. Afvalstoffen waarvan velen verzurende eigenschappen hebben. Afvalstoffen welke na vorming, dus na activiteit in je darmen, en dat vindt bij warm weer ook gewoon plaats, want jij eet wel af en toe wat. Dus er belanden wel stoffen in jouw darmen die actie vereisen in jouw darmen, belanden ook voedingsresten onder in je darmen die actie vereisen. En niet veel meer dan anders, niet veel ongezonder, zeg jij mij. En dat is voor velen ook het geval, maar toch, dat zijn wel acties die plaats moeten vinden in jouw darmwandweefsel. En daar is dus energieproductie voor nodig, En daarbij worden afvalstoffen, waaronder afvalstoffen met verzurende eigenschappen, gevormd. En die afvalstoffen die kunnen dus de moleculen aanwezig in jouw celmembranen beschadigen en pijn veroorzaken. Maar normaal gesproken heb je daar helemaal geen last van. Waarom nu dan wel? Nou, normaal gesproken, hoe gaat het in je lijf? Normaal gesproken, wanneer er rust, evenwicht, een goede voedingstoestand heerst in jouw lijf, dan is jouw lichaam onder invloed van hormonen steeds bezig met het verdelen van vocht en het verdelen van elektrolyten. Met als gevolg dat er, als het goed is, een goede vocht- en elektrolytenbalans heerst in jouw lijf. En elektrolyten zijn mineralen welke in opgeloste toestand een lading hebben, waarvan vele basische eigenschappen hebben. En dat wil zeggen dat deze mineralen in een opgeloste toestand, dus er moet ook wel water aanwezig zijn, in staat zijn stoffen met verzurende eigenschappen, zoals de afvalstoffen die voortdurend gevormd worden in jouw weefsels en dus ook jouw darmwandweefsel, om dat samen met het water te verdunnen, neutraliseren en afvoeren. Normaal gesproken, wat is er aan de orde? Normaal gesproken vinden er activiteiten plaats nadat je iets hebt gegeten in de kliercellen, spiercellen en zenuwcellen in je darmwandweefsel. Nou, worden dus afvalstoffen bij gevormd, maar heerst er gewoon rust en evenwicht in jouw lijf, een goede voedingstoestand in je lijf, dan heerst er hormoonbalans in jouw lijf en dan onder invloed van hormonen worden vocht en elektrolyten mooi verdeeld over je lijf, dus voortdurend na vorming van afvalstoffen of die jouw celmembranen kunnen beschadigen en die voor pijn kunnen zorgen, pijn kunnen veroorzaken. Die afvalstoffen worden wel tijdig verdund, geneutraliseerd en afgevoerd. Voordat zij schade berokkenen en jij pijn zult ervaren. Nu, wat heb je gemerkt bij het warme weer? Je hebt niet heel anders gegeten, niet veel meer of veel slechter gegeten, maar nu heb je veel eerder pijn. Dat doet vermoeden dat die vochtverdeling en elektrolytenverdeling, die maakt dat de afvalstoffen tijdig verdund, geneutraliseerd en afgevoerd konden worden voordat ze pijn kunnen veroorzaken, dat het niet zo goed verliep. Hoe kan dat? Nou, hormonen die dit allemaal reguleren, de vochtbalans en elektrolytenbalans, dus de verdeling van vocht over jouw lijf, jouw weefsels en cellen en dus ook de cellen aanwezig in jouw darmwandweefsel, deze brengen een boodschap over. Deze brengen een boodschap over naar receptoren in de weefsels waar bepaalde activiteiten plaats moeten vinden die hormonen stimuleren. In het geval de verdeling van vocht, verdeling van elektrolyten. Maar die werking van hormonen en die overdracht van boodschappen op enzymen, receptoren, die boodschap ontvangen, waarna de enzymatische reacties plaats moeten vinden, dat kan niet goed plaatsvinden wanneer er niet een optimale zuurtegraad heerst in jouw weefsels. Wanneer is er geen sprake van een optimale, en dat is een licht basis zuurtegraad in jouw weefsel? Nou, dat is bij extreem warm weer, wanneer het weer ervoor zorgt, de hitte ervoor zorgt dat jouw weefsels voortdurend uitgeput worden, sneller dan dat het weer aangevuld kan worden, van vocht en minerale zouten. Minerale zouten met basische afvalstofneutraliserende eigenschappen.
Dat wil zeggen dat bij extreme hitte, wanneer jouw lichaam zo snel uitgeput raakt van vocht en minerale zouten, die normaal gesproken voor die neutralisatie van die afvalstoffen zorgen, dat je dat niet goed bij kan benen met het herstel ervan, de hormonen in jouw lijf die de vochtverdeling, elektrolytenverdeling regelen, niet goed werkzaam zijn, met als gevolg dat de cellen aanwezig in jouw weefsels, waaronder de cellen aanwezig in je darmwandweefsel, kliercellen, spiercellen, zenuwcellen, eerder dan anders uitgeput zullen worden van vocht en mineralen, welke normaal gesproken in staat zijn om de afvalstoffen die gevormd worden in jouw weefsels en cellen, dus ook de cellen aanwezig in jouw darmwandweefsel, te verdunnen, neutraliseren en afvoeren, voordat ze schade kunnen berokkenen. Nou, dat lukt dus niet bij extreme hitte. Jouw cellen worden veel eerder dan dat die schade voorkomen kan worden uitgeput. Met als gevolg dat bij extreme hitte jij veel eerder klachten, buikpijnklachten kan ervaren na het eten van iets. Omdat het eten van iets maakt dat er stoffen in jouw darmen belanden en jij activiteit van de cellen aanwezig in jouw darmwandweefsel vereist. Maar die activiteit kan niet goed plaatsvinden en zal uitputtend zijn wanneer die cellen net uitgeput zijn geraakt als gevolg van de hitte, van vocht en basische mineralen. Mineralen met basische eigenschappen die die afvalstoffen kunnen neutraliseren. En dan zul je dus veel sneller au, au, au buikpijn gaan ervaren ten opzichte van anders. Dit is het gevolg van het warme weer. Warm weer doet jouw weefsels uitputten van vocht en mineralen, welke normaal gesproken deze combinatie vocht en opgeloste mineralen in staat zijn om afvalstoffen met verzurende eigenschappen die de celmembraan, de moleculen in de celmembranen van jouw weefsels kunnen beschadigen, pijn kunnen veroorzaken, normaal gesproken tijdig kunnen verdunnen, neutraliseren, afvoeren. Dat lukt niet goed bij extreem warm weer. Dus wat hopen we met z'n allen, zodat we met z'n allen wat minder klachten zullen ervaren, dat het binnenkort heel snel wat afkoelt. Want dan kan jouw lichaam veel beter functioneren. Dan raakt jouw lichaam veel minder snel uitgeput. Kunnen enzymen in jouw weefsels veel beter functioneren. Kunnen processen veel beter aangestuurd worden. Processen zoals de vochtverdeling, de elektrolytenbalans en het behoud van de optimale zuurtegraad. En ja, eigenlijk alle processen die plaats moeten vinden onder invloed van enzymen. Want die kunnen enkel plaatsvinden bij een optimale zuurtegraad, waar warm weer, extreem warm weer, nogal een nadelige invloed op heeft, waardoor heel veel mensen vele klachten hebben en niet goed functioneren bij extreem uitputtend warm weer.